Dames en heren, welkom bij Actua van woensdag 20 juni. Doktoren zijn van oudsher gericht op het behandelen van ziektebeelden. Die geef nooit op mentaliteit belemmert vaak een tijdig gesprek over wensen en verwachtingen in het einde van een levensfase. Daarover gaan we het vandaag hebben met longarts Mariska Koster. Bij mij aan tafel Mariska Koster. U bent longarts in het Deventer ziekenhuis. Welkom. U zei vorige week op het symposium Geef Nooit Op van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, afgekort het KNMG, dus daar ga ik me ook aan houden, dat volumenormen strijdig kunnen zijn met het streven om patiënten tegen het einde van hun leven minder lang door te behandelen. Kunt u dat uitleggen? Ja, dat kan ik uitleggen. Het is wel vrij ingewikkeld, deze materie. Mm-hmm. Het is zo dat ziekenhuizen afspraken hebben om bijvoorbeeld een aantal operaties in een jaar te halen. En als het zo lijkt te zijn in de loop van het jaar dat je dat afgesproken aantal niet haalt, dan kan er wat ruimer met indicatiestellingen omgegaan worden. Dan kan het dus zo zijn dat iemand die misschien helemaal niet optimaal gaat profiteren van die operatie, toch geopereerd wordt, omdat dat getal, dat aantal operaties per jaar, gewoon gehaald moet worden. Want wat is het gevolg als dat aantal niet gehaald wordt? Nou, dat kan heel verstrekkend zijn. In het uiterste geval kan het betekenen dat de desbetreffende afdeling van het ziekenhuis zal moeten sluiten. Dat is natuurlijk niet van het ene jaar op het andere het geval, maar als een afdeling systematisch onderscoort in zijn prestatienorm, dan kan dat een uiterste consequentie zijn. Dus het kan zijn dat de doktoren zeggen van behandeling heeft misschien 1% nut, maar we doen de behandeling toch, omdat we dan die behandeling ook mogen voortzetten gedurende het jaar. Ik zou die percentages niet zo strikt willen stellen, maar het kan zeker voorkomen dat je een operatie toch uitvoert. Er zijn nog andere redenen om dat ook te doen die buiten de directe volumenormen vallen. Maar die volumenormen die vallen, die werken heel sterk mee in het doorgaan met behandelen. Mm-hmm. Welke opvatting heeft u daarover? Want u zegt van ja, het kan ook op een andere manier. Er hoeft niet altijd behandeld te worden. We kunnen het ook anders doen. Nou, ik denk dat je wel altijd moet behandelen. Niet behandelen, niks doen, dat is zowel voor de dokter als voor de patiënt eigenlijk onverdraaglijk. Ik weet niet of je wel eens met iemand gesproken hebt die net te horen heeft gekregen dat hij uitbehandeld is. Ja. Mensen zijn volstrekt ontredderd en je hebt het gevoel dat je, ja, grof gezegd, bij het oud vuil gezet bent. Dokters vinden het ook naar om niet meer te kunnen behandelen. Dus daarin zijn de patiënt en de dokter het gewoon heel erg eens. Je moet wel behandelen, maar op een gegeven moment moet het perspectief van de behandeling zich gaan verschuiven van het behandelen van de ziekte naar het behandelen van de zieke. En dat is iets waar in mijn ogen nog heel erg veel aan verbeterd kan worden. Maar u zegt van, ja, doktoren vinden dat erg, dat ze dat niet kunnen doen. De patiënten vinden dat ook erg. Hoe kan dan toch die druk ontstaan dat doktoren het misschien niet kunnen doen? Wat bedoel je precies? Nou, u zegt van, de doktoren zouden het wel willen doen, maar ze krijgen daar misschien de ruimte of de tijd niet voor. Komt dat ook door het aantal behandelingen dat ze moeten? Dat is maar een deel van de oorzaken. Een belangrijk deel is de psychologie van de dokter en van de hele opleiding. De studie geneeskunde die duurt 6 jaar en de specialisatie daarna duurt ook nog eens 6 jaar in de meeste gevallen. En al die tijd ben je gericht in je denken, in je gevoelens, in alles op het leren behandelen van ziektes, het herkennen en behandelen van ziektes. En dat wordt je ook voorgeleefd. En dat betekent dat je met je neus en je blik en alles wat in je is, gericht bent op ziektes. En dat staat vaak haaks op het belang van de zieke.
de kunst is dat je de blik moet verwijden en dat je dus moet gaan leren zien dat er andere behandelingen ook mogelijk zijn en dat die misschien wel in bepaalde situaties gelijkwaardig zijn en in andere situaties misschien wel beter zijn dan het doorbehandelen van een specifiek ziektebeeld. Dat vakgebied wat zich daarmee bezighoudt en wat sterk in opkomst is, dat noemen we de palliatieve geneeskunde. Er is ook in het Deventer ziekenhuis, doen ze dat nu ook? En dat heeft u ook aan meegeholpen om dat zover te krijgen daar? Ja, daar heb ik aan meegewerkt. Dat zou in mijn eentje absoluut niet gelukt zijn. Daar heb ik heel erg veel medewerking van gehad. Maar inderdaad, in het Deventer ziekenhuis is een palliatief consultteam, waar zowel artsen als verpleegkundigen als andere medewerkers van het ziekenhuis kunnen vragen, wat moeten wij met deze klacht, met dit verschijnsel, met deze patiënt, waar we eigenlijk gewoon niet meer weten wat we nog moeten doen. Je praat dan altijd over mensen die in het laatste jaar van hun leven zijn. Is het, want de discussie speelt al jaren, merkt u dat er op dit moment of in de laatste 1, 2 jaar meer ontwikkeling is gekomen als we het hebben over palliatieve zorg, dat dat meer ingevoerd wordt in ziekenhuizen? Ja hoor, dat is een hele duidelijke ontwikkeling. Er is een tijdje terug is ook de eerste hoogleraar palliatieve geneeskunde benoemd in Nijmegen. Er zijn al veel langer palliatieve netwerken. Er is ook hier in Salland een palliatief netwerk. Maar dat heeft zich vooral buiten de ziekenhuizen ontwikkeld. Dus voor huisartsen, voor instellingen zoals verpleeghuizen. En het ziekenhuis stond er eigenlijk een beetje buiten. Dat is ook van, wij deden daar niet aan. Hè? Nee. Wij hebben dat niet nodig. Dat inzicht is gelukkig wel gekomen, dat ook in ziekenhuizen palliatieve zorg heel erg nodig is. En zo is dat intramurale, dus binnen het ziekenhuis functionerende consultteam, ook tot stand gekomen, maar wel in samenwerking met dat al bestaande palliatief netwerk van Salland. Is het ook zo, want u zei net over de opleidingen, daar is het ook heel erg gericht op het behandelen. Gaat in die opleiding ook een draai plaatsvinden, dat daar misschien ook meer geleerd wordt over die palliatieve zorg? Nou, dat is wel mijn hoop. En ook wel een beetje mijn verwachting. Omdat je nu geleidelijk aan ziet dat de wal het schip begint te keren. Hè? Er lijkt steeds meer mogelijk, maar heel veel behandelingen die zijn onderhevig aan de wet van de verminderde meeropbrengst. Je moet steeds meer investeren, niet alleen in geld, maar ook in lijden, in tijd, in ongemak, voor steeds minder profijt van zo'n behandeling. En je ziet ook dat er stemmen opgaan van, dit willen we niet meer. He, zowel artsen, verpleegkundigen als ook patiënten laten dat duidelijk horen. Vorige week was het Geef Nooit Op symposium. Mm-hmm. Wat is daaruit naar voren gekomen? Want daar heeft u dit waarschijnlijk ook gezegd. Ik heb daar vooral over de rol van geld in de breedste zin van het woord gesproken. Maar de teneur van dat congres was ook, het moet anders. We moeten gaan kijken hoe we de patiënten optimaal kunnen behandelen en niet de ziektes. En het aardige was dat iedereen op dat congres natuurlijk volstrekt met elkaar eens was. Maar veel mensen die zorg moeten leveren, die zitten er niet. Ik heb daar geen orthopedische chirurgen gezien bijvoorbeeld en heel weinig cardiologen. Stoort dat u dan? Want mensen zeggen van we willen wel, maar dan komen ze vervolgens niet, als ze het erover kunnen hebben met z'n allen, dan komen ze vervolgens niet. Stoort dat u? Nee, dat stoort me niet. Het is een teken dat het een ontwikkeling is die in de beginfase is. En waar je heel blij mee bent, is dat bij zo'n congres erg veel beleidsmakers zitten, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en ook veel specialisten die zich daar wel druk over maken. Maar er ligt hier een mooie taak voor ons allen om dit inzicht breder draagvlak te geven binnen de gezondheidszorg. Wordt deze manier van zorg misschien wel onmisbaar straks? Dat denk ik wel. Er komt een, daar vertel ik niks nieuws mee, er komt een enorme golf van vergrijzing op ons af. Nou zijn de meeste ouderen, die zijn gewoon gezond. Maar 1 op de 5 ouderen heeft 1 of meer ziektes. Nou, op het moment dat je meer dan 1 ziekte hebt, wordt palliatieve zorg al heel erg belangrijk.
Ik las ook vorige week bij een thoraxchirurg die zei letterlijk van, ja, ik behandel zolang ze nog niet dood zijn. Ja. Dat geeft toch ook een effect weer waarvan ik denk van ja, dat is toch wel schrijnend aan de ene kant, omdat de chirurg moet eigenlijk opereren in mijn optiek als er nog hoop is. Maar hij zegt van ja, ik opereer gewoon. Ik opereer gewoon. Ja, ja, dat is natuurlijk een uitspraak die enorm tot de verbeelding spreekt. Ja. Daarom heb ik hem ook gebruikt. Er zit wat meer achter. Kijk, de chirurg die wordt aan de ene kant wordt hij in zijn nek geheigd door die productieafspraken. Ze moeten gewoon 1500 open hartoperaties per jaar halen. Het aanbod van mensen dat geopereerd, dat wordt aangeboden voor zo'n operatie, dat daalt. Dat komt omdat cardiologen heel veel dingen zelf zijn gaan doen. En dat komt ook omdat er meer aan preventie gedaan wordt met cholesterolverlagende medicijnen bijvoorbeeld. Dus het aantal mensen dat wordt aangeboden voor een hartoperatie in absolute zin daalt. Maar die norm van 1500 per jaar, die is niet gedaald. Waarom daalt die niet mee dan? Is daar een reden? Is dat allemaal beleid? Of? Dat zijn afspraken die gemaakt zijn. En de diepere gedachten daarachter, die zijn mij ook niet duidelijk. Nee. Maar er zit nog meer achter. De chirurg, de thoraxchirurg in dit geval, is de laatste schakel in een keten. Er hebben al minstens 4 specialisten over die patiënt nagedacht. En de huisarts ook. En die vinden met z'n 4 of met z'n 5, inclusief de patiënt, dat die geopereerd moet worden. Dan kan best de chirurg als laatste zeggen, ik doe het niet. Dan is hij een halve dag kwijt om dat uit te leggen. Hij heeft hij waarschijnlijk een klachtenbrief aan zijn broek. En hij heeft ergens ook een beetje het gevoel dat het niet zijn taak zou moeten zijn om als laatste in zo'n hele keten van besluitvorming te zeggen, nee, ik doe het toch niet. En daar heb je de andere twee factoren die hierin heel erg oorzakelijk zijn. Ja, iedereen vindt dat het moet gebeuren. We zijn dus allemaal medeschuldig. Mm-hmm. En niemand voelt zich echt geroepen om te zeggen, nou, misschien moeten we het niet doen. En dat komt allemaal weer omdat de dokters in behandelstand staan. Is het ook een trend dat we straks misschien wel specifieke afdelingen krijgen? Nu heeft een ziekenhuis nog vele afdelen, oncologie enzovoort. Mm-hmm. Dat we straks veel meer versplinteringen krijgen van, als u dat heeft, moet u daar naartoe. En als u dat heeft, moet u daar naartoe. Dat het niet allemaal meer gecentraliseerd is. Nou, ik hoop dat dat juist helemaal niet zo gebeurt. Nee, want het lijkt me ook als je daar meerdere ziektes hebt. Ik hoop dat er eerder een integratie zal komen. Mm-hmm. Waarbij het niet zo is dat een patiënt die 5 ziektes heeft, ook minstens 5 specialisten om zich heen heeft die zich allemaal tegen hem aan bemoeien. Waarbij op een gegeven moment niemand meer weet wat er nou eigenlijk gebeurt. Ik hoop juist dat er integratie zal komen. Maar wat moet daarvoor gebeuren? Wat heel erg nodig is, is dat er een omdenken plaatsvindt bij degene die de zorg leveren. Dat zijn de artsen, maar het zijn ook andere werkers in de gezondheidszorg. En het tweede wat erg zou helpen is als het financieringssysteem van de gezondheidszorg, dat nu eigenlijk stukloon is, hè? Hoe meer je doet, hoe meer je krijgt, dat zou veranderen. Waarbij dat principe van stukloon wordt losgelaten. En als dat allemaal werkelijkheid wordt, dan zijn we een eindje de goede weg opgegaan. Oké, mag ik u hartelijk danken. Graag gedaan. En de kijkers thuis mag ik jullie ook hartelijk danken voor het kijken. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Na de zomer zijn we er weer. Ik hoop dat u dan weer kijkt naar DRTV Actua. Bedankt voor het kijken.